zeg. Ik heb vandaag spannend nieuws. Ik weet dat jullie super benieuwd zijn. De winnaars zijn bekend van de winacties. Nee, eigenlijk zijn ze nog niet bekend. Ik ga ze nu bekend maken. Moet je eigenlijk nog rabbelen? Oké, ja. Ja. Ik ben zelf ook super zenuwachtig, want ik weet niet wie dat er gaat winnen. Nee, ik heb me gisteravond super hard bezig gehouden. Woensdagavond hadden jullie dat misschien wel gezien op Snapchat. Dat ik allemaal papiertjes aan het verfrommelen was. Ik weet niet wat dat juiste woord is voor verfrommelen. I actually don't give a shit. Ook, maar 1 like is 1 euro voor een Engelse les voor mij. Dus like de video alvast. En ja, meer ga ik er niet aan filmen, maar we gaan er gewoon naar mijn. Oké, jullie één euro voor een Nederlandse les mag ook. Jullie herinneren jullie waarschijnlijk nog wel mijn video over de hoesjes. Ik heb mijn hele naam bezig gehouden en ik heb ook de papiertjes. Oké, wat zit er daarin? Jullie naampjes. Dat is de pot van YouTube. Ik heb gezegd, de mensen die de video delen, die maken extra kans om te winnen. Ik wist nog niet hoe dat ik dat ging doen, maar ik zat gisteren die naampjes te streven van, tja, ik moet wel echt iets doen voor de mensen die het extraatje gedaan hebben. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die naampjes gewoon 2 keer in de pot gestoken. Dus die maken gewoon nog een extra kansje om te winnen. Ik vind het wel redelijk eerlijk. Meer ga ik er niet aan veel maken. Ik denk dat ik gewoon een naampje ga trekken. Even een korte boodschap tussenin. Mensen, als je nu kijkt, hij ziet straks de naam van de winnaars. En het is niet jouw naam. Klik de video dan alsjeblieft niet direct weg. Want ik heb nog een boodschap straks voor de mensen die niet gewonnen hebben. Zodat jullie ook aan een hoesje kunnen geraken. Dus wauw, dat was te mooi Nederlands. Zodat je er ook aan een hoesje kunt geraken. Weet wel, je moet blijven kijken. Dus de video niet direct wegklikken. Kijk dan gewoon helemaal uit. Dat was het. Ik ga toegeven, eigenlijk ook dat met mijn broer en mijn zus doen. Dat ging super cool zijn. Ik ging mijn broer een naampje laten trekken en mijn zus een naampje laten trekken. Maar ja, ze zijn naar school en tegen dat ik thuis ben, zitten ze al in hun bedje door mijn werk. Er komen ooit nog wel video's met hun, hoor. Oké, ja, maar nu stop ik gewoon met praten en nu ga ik gewoon een naampje trekken. Ik zal een spannend muziekje opzetten dat niet copyright is, zodat ik de video hier geen 20 keer moet uploaden. En ik ga gewoon een naampje trekken. Oei, het is in geval. Zoek die pakken? Nee. Oh nee, stel je voor dat dat nu net hij was. Oh, bijna erg, wat fuck. Nummer. Fuck, het is nog in geval. De winnaar was van de YouTube winactie. Van de die op YouTube. Oké. Okay. Proficiat Chloe, maak nu een pannenkoeken omdat ik uw naam kan getrokken. Oké, nee, sorry. Oh nee, echt, sorry. Het hebben sowieso al bij veel mensen die erop gemaakt. Maar anyway, maakt niet uit. Je hebt gewonnen, dus mag wel, hé. Proficiat, jij hebt een hoesje van Caseable gewonnen. Proficiat Chloe, ik hoop dat je blij bent. Proficiat. Dus ja, dat is de YouTube winactie. Maar treur niet, we zijn nog maar halverwege de winactie. Er is ook nog iemand van Instagram dat kans maakt. Dat is de pot met de Instagram naampjes. Maar ik heb net gekeken. Ik ga die van YouTube uitzien. En dus we halen die erin. Ik zie dat er niet eens uit. Hoe bezig, boy. Je bent zo professioneel. Dus de mensen die de foto gepost hebben op Instagram zitten hier ook dus 2 keer in. En maken dus ook weer dubbel kans. Ik heb het gezegd. Altijd extraatjes doen. De leerkrachten gaan u niet altijd vertellen wat je krijgt dat je extra taak maakt. Maar ik krijg wel iets. Oké, ik ga jullie lang laten wachten. Vanaf nu ga ik dus wel van 38 aftellen. Nee, dat doe ik dus niet. Oké. Oké, spannend. Ik vind het zelf super spannend. Ik denk dat ik het meer spannend vind dan jullie eigenlijk. Ik sta erbij naar mijn broek te gaan. Hola, ik denk dat iemand hier heel blij gaat zijn. Winnaar van de Instagram winactie is... Notre Dame Lisa of Elisa. Ik weet niet als Lisa of Elisa is. Ik ga het wel opzoeken. Ik ga het hier opzetten.
Anyway, ik herken die naam sinds ik een selfie kon vragen in de winkel. Dus thank you for that. You're a true kijker, kijkster. Dus je verdient dat wel. Je mag altijd nog een keer langskomen naar de winkel als je hoesje hebt. Ik weet niet welk kindje dat jij hebt besteld. Ik ga kijken. Als het zelf is, lekker, ik moet me terug een selfie nemen in het spiel of zo. Dus ja, jij bent de winnaar van de Instagram winactie. Oké, dus dat zijn de twee winnaressen. Ik hoop dat jullie super, super, super blij zijn. Maar mensen, als je niet gewonnen hebt, stop niet meer kijken naar de video. Wacht. Niet wegklikken. Ik heb nog goed nieuws voor jullie. Niet wegklikken. Ben jij een niet-winnaar? Tussen haakjes gaat het woord verliezer. Niemand is verliezer. Y'all winners to me. Haha. Iedereen wint. Elke dag. Elke dag dat je leeft is een dag dat je wint. Je zit hem van. Oké, ja. Ik ga geen preek geven. Heb jij niet gewonnen en wil jij toch een hoesje, maar ben je een beetje skeur? Dat ben je nu niet meer, want ik heb nog een leuke verrassing voor jullie. Ik mag nog 6 hoesjes winnen. Nee, zei ik. Jullie kregen wel korting. Dus ik heb een code gekregen en dat is mijn naam met een paar getalletjes erachter. BO516. En nu ben ik enorm hard aan het twijfelen als het wel juist is, want ik heb echt een BO516, het is juist. Als je die code gebruikt op de website, krijgen jullie geen 1, geen 2, geen 3, geen 4, geen 100, maar 5 euro korting. Als dat hoesjes zijn van €24,90, betaal je nog maar €19,90, dacht ik. En ik vind dat toch wel een heel deftige prijs voor zo'n kwaliteitsvol hoesjes. Want het zijn echt wel heel goede hoesjes. And they're so pretty! Oh my god! Bedankt aan iedereen die heeft meegedaan. Als jullie hoesje winnen, kun je dat dus nog altijd bestellen met 5 euro korting. Dus bij deze met de code BO516. En ik denk dat dat ongeveer een beetje was. Moest je de Facebookpagina van Caseable nog niet geliked hebben, gaat dat dan zeker nog gaan doen. Het is echt nog de moeite. Volg ook nog altijd op Instagram. Misschien dan er nieuwe dingen komen of andere kortingen of speciale acties. Of nog winacties, weet nooit. Blijf mij ook altijd volgen. Misschien dat ik in het vervolg nog winacties heb. Altijd zeker meedoen, dat is super leuk. Ik vond dat echt heel leuk om te doen. Nog een keer merci naar Caseable voor mij de kans te geven voor de winactie te laten doen. En voor het hoesje natuurlijk. Proficiat aan Chloe en Lisa of Elisa. Oké, dus de links staan hieronder. De links van Caseable staan hieronder. Mijn links staan hieronder. De links van de winnaressen staan hier waarschijnlijk ook onder. Ja, ik zal dat wel doen. Gebruik zeker de code. Breng mij donuts op het werk. Een barbecue chicken pizza mag ook. Dus ja, totdat ik het er weer zie. Hopelijk met 5 euro korting op jullie awesome Caseable hoesje. Goed? Oké, doei! Never ever meet another cracker so frosty.